Welkom allemaal, de naam is Red A en bedankt voor het checken naar mijn kanaal. Ik heb vandaag een hele speciale video die ik graag aan jullie wil laten zien. 10 jaar geleden werd ik gevraagd voor een tv-interview bij The Box. The Box was een tv-zender die gebruik maakte van het bestellen van videoclips. 10 jaar geleden, op deze dag, kwam mijn tv-interview op tv. En ik was heel blij. Ik was toen in die tijd was ik 20 jaar. Ik ben al meer dan 30 jaar. En ik wil jullie graag dit filmpje laten zien. Ja, ik heb het even in elkaar geëdit. En ik hoop dat jullie van genieten. Nogmaals, jullie kunnen nog altijd bij mij abonneren. Je kan mijn muziek checken. Je kan mijn videoclip van Zomerse Sfeer nog bekijken hier op deze kanaal. Abonneer je. Like it. En je kan ook mijn muziek ook streamen via Spotify. Maar ook Apple Music. Dus ik dank jullie. En ik wens jullie veel kijkplezier. Vanaf de dag des geboorte is je tijd gegeven. Aan elk begin komt een eind. Het verlaten van het leven zichtbaar. Stelt de datum op je voorhoofd geschreven. De biologische klokken tikken totdat ze het begeven. Maar in de tussentijd maken we deel uit van de test. SOS op een oceaan zoek het naar een reddingsvest. Om te overleven snak het naar verlichting. Obstakels die je tegenkomt wijzigt jouw verrichting. Ik ben Reda Souif. Ik ga onder de naam van Red A. Ik rap zelf in het Nederlands. Ik ben van Marokkaanse afkomst. En ik doe gewoon mijn ding in het Nederlands. Ik probeer de hip-hop zo goed mogelijk te representen. En dan van daaraf probeer ik gewoon die mensen de boodschappen te geven, als het ware. En waarom doe je het in het Nederlands en niet in het Engels? Ik was op jonge leeftijd was natuurlijk met Engels begonnen. Maar na loop van tijd merkte ik gewoon van, weet je, het zit niet zo goed in mijn hart. Van, ik ben niet gewend om in Engels te praten, als het ware. Dus ja, waarom niet in het Nederlands? En Nederlands ja, vond ik al wat makkelijker zeg maar, om mezelf over te brengen. Dus heb ik gewoon voor Nederlands gekozen, als het ware. Problemen die je moet oplossen als zout en water. Je moet niet bezig zijn, want je hebt geen tijd verlaten. Want tijd is kostbaar en het leven zelf versnelt. Maar sommigen zijn dom genoeg, is die tijd daar voor geld. Lekker niets doen met je pensioen. Voor mijn poen, geluk was het nooit. Heel het leven was er verdoemd. Ik leef niet voor het geld, dus zijn die allen voor de reden. De zegen uit de hemel houdt voor even. Tevreden, het is het lot. Je kan het niet anders snappen. Is het zo geweest, maar is wat te diep om te snappen. Het is het lot. Ik ben niet gaan rappen omdat het zeg maar, zogenaamd een trend is. Ik ben gewoon puur op gevoel gaan rappen. Ik voelde dat ik gewoon moet gaan doen. En dat is gewoon, daar blijf ik gewoon als het ware trouw aan. Ik doe het niet voor het geld. Ik doe het gewoon echt voor de liefde voor muziek, mijn passie voor muziek. En dat, met die passie wil ik gewoon ook natuurlijk andere mensen bereiken. Ik rap in een diepte, met mijn diepte echt gewoon met boodschap. Ik wil laten zien dat hip-hop meer is dan geld, vrouwen, mooie, dure auto's, weet je, daar hou ik niet zo van. Ik wil het gewoon nuchter houden. Hip-hop is iets wat gewoon, weet je, je moet gewoon één familie zijn als het ware. Gewoon één liefde, één familie. En dat is belangrijk in hip-hop. Maar als mensen elkaar gaan dissen, dan is het gewoon niet goed. Want wat bereik je ermee als je elkaar gaat dissen? Oké, leuk, je dist die ene persoon. En die ene voelt zich een beetje toegetaken van, oh zo, ja, hij heeft me geraakt. En die andere voelt zich dan juist heel groot van, hé, hey, kijk, zie je, ik heb hem afgemaakt, als het ware. Maar ik vind niks aan. In plaats dat we elkaar gewoon steunen en dan gewoon samen liedjes maken in plaats van elkaar dissen, dan kunnen we zelf gewoon iets groots creëren. En hiphop wordt dan een hele grote mooie cultuur. En dan helpen we elkaar gewoon, want we hebben elkaar nodig. Ik ben dat wel teleurgesteld hoe men met elkaar omgaat. Om elkaar aan te vallen, mijn zaak dat nergens op slaat. Ik bewandel stap voor stap mijn paden. En ik laat al die gasten praten. Dus ik doe wat ik niet kan laten. En ik rijk naar de beste resultaten. Ik bewandel stap voor stap mijn paden. Wie vroeger mijn idolen waren? Ja, ik vond artiesten net als Tupac ook wel goed. Eminem is ook wel lauw. Nog meer. Ik vond Postman, die komen zelf uit Rotterdam, ik weet niet of je ze kennen. Maar we kwamen echt ook met een hele goede album. Die album was echt ook een begin voor mij dat ik echt close naar hip-hop ging luisteren. En ja, het inspireerde me. Ik was ook wel een beetje trots van rap uit eigen bodem. Het was ook van Rotterdam. Ik vond het leuk om naar te luisteren. Dus ja, dat trok me gewoon aan en dat vond ik wel leuk. En hun inspireerde mij ook om
positief gewoon bij dingen te doen. Je wilt jezelf uiten, weet je. En ik weet niet, maar met muziek kun je gewoon tegen jezelf praten, als het ware. Begrijp je? Want er zijn gasten, muzikanten, die met de piano spelen. En dan zitten ze gewoon de hele tijd de piano te spelen. Dan, af en toe dan zit ze gewoon ook alleen in de kamer en dan zit ze gewoon piano te spelen. En dan zeg je, ja, ik ben nu met mijn piano aan het praten. Het lijkt alsof ik met hem aan het communiceren ben. En diegene luistert naar jou, als het ware. En met rap vind ik het ook van, ja, iemand als het ware luistert naar mij. Het is gewoon die gevoel die je overkomt, dat wordt gewoon uitgebracht. En dat heeft een mooie vorm gekregen in de vorm van kunst. Het is een lot, je kan er niet onder stappen. Is je toegewezen, maar is wel te diep om te stappen. Het is een lot. Het is het lot. Mijn ouders vinden het wel leuk om mij gewoon bezig zien te zijn, weet je. Het is beter dan dat het iemand op straat gaat rondlopen en niks gaat doen. Het is gewoon, ze horen van dat ik gewoon positief bezig ben en dat vinden ze goed. En daarbij steunen ze me ook. Maar betreft het muziek en studie, dan zeggen ze wel van, let maar meer op je studie dan muziek, zeg maar. Want met studie kom je wat verder dan muziek. Muziek is moeilijk om je brood mee te verdienen. En dat ben ik ook zelf gewoon bewust. Geniet van het leven, maar doe het met mate. Binnen de regels wat God houdt je in de gaten. Ik weet het is moeilijk, dit is een lastige tijd. Dus klem je vast aan je ziel, voor je het weet ben je het kwijt. Dus dat is mijn motto van het leven.